Ja, eigenlijk moet je er gewoon niet meer naar kijken. Nee, eigenlijk moet je het gewoon helemaal uit je leven bannen gewoon. Dat soort programma's zoals de Jinek, vrienden heb je... Ja, ik zit er gewoon zo af en toe te zappen, weet je wel. Dan zapp ik van vandaag in site, nou weet ik veel waar en dan weer terug. En toen viel ik er opeens in. En toen dacht ik bij mezelf, waarom moeten wij beledigd worden? Waarom moeten jullie en ik, wij als kijkers, waarom moeten wij zo worden aangepakt? Weet je, alsof wij de lagere school niet hebben afgemaakt. En dat, zaten er onderwerp, vrienden, het onderwerp was... Ja, daar komt hij aan je vast, hè. Ik weet, misschien heb je het niet gezien, maar als je het hoort, dan denk je ook bij jezelf, nou ja, ja, het onderwerp was, ze hadden een mevrouw en die kwam dan vertellen dat haar vlucht was gecanceld bij Transavia. Ha! Wow, hou me vast, nieuws, oh, er is een mevrouw, daar gaat de vlucht niet vandoor, nou zeg, en op de punt van de stoelen, van de spanning, wat een geweldig item zeg, ja, en die mevrouw, ja, die zou naar Lissabon gaan een weekendje, en zo'n stedentripje, en dan kreeg ze een e-mail, en dan ging dat toch, potverdorie, gewoon niet door. Nou zeg. Het is toch onvoorstelbaar, vrienden. En daar ging het item dan over. Dat was het dan. Ja. En dan de Jinek, die komt dan ook nog met de vraag. En toen je die e-mail kreeg van de gecancelde vlucht. Wat dacht je toen? Ja. Vrienden, top. Journalistiek. Geweldig item. En dan ook nog een keertje een mevrouwtje lekker dichtbij geproduceerd. He? Niemand in de redactie die zegt, nou, dit hele item gaat niet door. Nee, dan produceren we lekker snel even. Een mevrouwtje uit de Gooi, nog een beetje kakkineuze mevrouw ook nog. Die daar dus dan haar gecancelde vluchtje komt vertellen. Nou, vrienden. Hé. Hey. Ja, we moeten het toch maar... niet meer doen. Nee, we moeten er toch maar niet meer naar kijken.